Om 5 uur vertrokken de grondverzetters uit Oud-Alblas naar het Malieveld, waar ze verwelkomd werden met flink getoeter. Ja, geweldig, mooi. Zoveel mensen bij elkaar en ja, de sfeer is goed. Nou, nog hopen dat we wat bereiken, maar tot nu toe ziet het er goed uit. Nou, ik hoop gewoon dat we met z'n allen weer aan het werk kunnen en dan ze dan pas gaan kijken wat ze eraan kunnen doen. En niet eerst alles stilgooien en dan overleggen wat ze willen gaan doen. Bij ons in de regio zitten toch wel een hoop grondverzetbedrijven. En ja, je ziet wel een hoop bekende mensen lopen. Dus ja, ze willen allemaal de stem laten horen en uiteindelijk toch hopen op één ding dat het straks weer werkzaam wordt, zeg maar. En Leon stond daar niet alleen in. Duizenden betogers willen nu actie van minister Schouten. Nu. U kunt aan de slag. Wij gaan daarvoor. We zorgen ervoor dat jullie je werk kunnen blijven doen. Dat jullie kunnen blijven zorgen voor je gezinnen. Maar toch hadden veel mensen er weinig vertrouwen in. Nee, ik denk niet dat dat genoeg is. Ze moeten toch wel met dingen op tafel komen. Volgens de minister gaat Nederland niet op slot. Wanneer de normen echt worden aangepast, is nog niet bekend.